U was de afgelopen 4 jaar wethouder in de gemeente Almelo. Hoe kijkt u terug op deze periode? Ik kijk met heel veel plezier en trots terug op deze periode. Het was heel erg leuk en waardevol om lid te zijn van een college van 4 wethouders uit de gemeente Almelo. Ik ben natuurlijk in deze periode naar Almelo verhuisd. Dus dat was ook al heel erg bijzonder. Alles was nieuw voor mij. Maar ik ben heel erg warm in Almelo ontvangen. Almelo is een hele mooie stad die veel te weinig trots is op zichzelf, heb ik ontdekt. Er gebeuren hier verschrikkelijk mooie dingen. En daar zouden de inwoners veel trotser op kunnen zijn. En ik heb als wethouder heb ik de afgelopen 4 jaar bij mogen dragen aan het bestuur van deze stad. En ik denk dat we mooie dingen hebben gedaan. We hebben Almelo uit de financiële problemen gehaald. We hebben veel mooie dingen ontwikkeld voor Almelo, belangrijke beslissingen genomen. En ik denk dat Almelo in de regio nu weer goed op de kaart staat. En ik hoop dat Almelo voor de inwoners zelf heel erg leefbaar is gebleven en hopelijk ook beter leefbaar is gebleven. Waar kunt u met ongelooflijk veel plezier of dankbaarheid op terugkijken? Nou, ik ben natuurlijk wethouder van de binnenstad geweest en we hebben voor de binnenstad een koersdocument ontwikkeld, samen met de ondernemers en samen met de vastgoedeigenaren. Dat koersdocument geeft richting aan hoe we de binnenstad verder willen ontwikkelen. En de haven is in deze periode klaar gereed gekomen. En ja, wat ik heel erg jammer vind, is dat we de opening daarvan niet hebben kunnen vieren. Dat we ingehaald zijn door de corona. Dat de ondernemers daar heel erg veel last van hebben gehad. Maar desondanks denk ik dat wij de binnenstad nu goed voor elkaar hebben. En nu de boel weer open kan, nou het straks allemaal voorbij is, dan hoop ik ook dat al de bezoekers weer naar de binnenstad komen. En dan denk ik toch dat we met z'n allen, en de ondernemers en de gemeenteraad en ook het college, met trots terug kan kijken op het feit dat we dit allemaal in de binnenstad voor elkaar hebben gekregen. Wat had er volgens u de afgelopen 4 jaar beter gekund of misschien gemoeten? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want we besturen natuurlijk een stad. Een stad die zich ontworstelt aan een moeilijk verleden. Een stad waar heel veel kansen liggen. En die stad besturen we met 16 partijen op dit moment. En dat is moeilijk. In de gemeenteraad was het bij tijd en wijle wel moeilijk. Juist ook doordat we met zoveel partijen zijn en het lang niet altijd met elkaar eens waren. En dat maakt het lastig, het besturen van deze stad. En, want je zou veel meer willen dat je het met elkaar eens bent over de richting die je kiest. En de richting die we hebben gekozen, daar sta ik nog steeds voor 100%, volle 100% achter. En ik denk ook dat het een goede richting is. We moeten ook doorgaan op deze weg. Maar het zou heel fijn zijn als we daar veel meer met de gemeenteraad ook over konden praten. En dat we veel meer instemming hebben met wat we met elkaar aan het doen zijn.